Hallo allemaal, hier is nog een filmpje en in dit filmpje ga ik even opgave 8.66 doen. En uh, nou, in 8.66, in het boek uh, staat het ook uitgelegd, we hebben zo'n uh, nou, tang, die hebben wij om een, uh, om een holle buis heen geklemd. En wat we gaan doen is we gaan die tang aandrukken met een kracht van, nou hier staat 250 kN, maar in de vraag staat 250 N. Ja, en dat, dat ga ik ook gebruiken, dus eigenlijk hoort die k daar niet te staan. Dus het is gewoon 250 N. Nou, die, die kracht zit onder een hoek van 60 graden. Nou, dit is de afstand van dit punt van de kracht tot uh, het draaipunt van, uh, van de buis. En dit is de afstand van waar wij de spanning willen berekenen. Dus 250 mm vanaf het aangrijpunt van de tang. Uh, nou, dit is een schematische weergave van de dwarsorsnede van de buis. En die is, uh, nou, je ziet sowieso, zoals je ziet, is die hol. De binnendiameter is 19 mm en de buitendiameter die is 25 mm. Nou, hier is het allemaal gebeuren over Q weer en zo, dat is eigenlijk een beetje een spoiler, maar let daar vooral nu nog even niet op. Ik ga zo meteen wel even laten zien hoe we dat gaan doen. Dus nou, allereerst stellen we, we ons de vraag: welke spanningen treden hier op? Nou, eens even kijken. Uh, deze kracht die heeft een verticale component en een horizontale component. Nou, de verticale component die duwt op dit punt. Nou, en die wil een paar dingen doen. Het allereerst, als we een VLS tekenen van deze buis met de tang. Allereerst, deze kracht moet opgegeven worden door een verticale dwarskracht. Nou, ten tweede gaat deze verticale kracht. Uh, deze tang zo om die buis draaien, hè? dus je draait de tang zo naar beneden en dan gaat die dus draaien, oftewel hij veroorzaakt hier een moment, of deze kracht veroorzaakt een moment. En dat wordt opgeheven door, uh, de, door een torsie. Allerlaatst deze kracht die zorgt ook dat de tang een beetje zo naar beneden wordt geduwd, dus eigenlijk om de z-as wordt gedraaid. En dat zorgt dan weer voor een. Dat gaan we dan weer opheffen met een moment om de z-as. Oké. Okay. Oei, het wordt allemaal wel heel veel zo, hè? Ja. Nou, en de horizontale component van deze kracht, nou, die wil deze buis natuurlijk zo om dit, uh, eigenlijk om de i-as draaien. Nou, dat moet opgeheven worden door een moment om de i-as. Ehm. Um, en natuurlijk, deze kracht moet ook gewoon opgegeven worden door een dwarskracht, Vz. Nou, dus als ik nou de vraag nou nog een keer stel, welke spanningen treden er allemaal op? Nou, eens eventjes kijken. We hebben een torsie, we hebben een buigmoment, we hebben nog een buigmoment. We hebben een dwarskracht, we hebben nog een dwarskracht. Dus van deze, de normaal spanning, dus de spanning in die richting, treedt die op. Een wringspanning treedt die op. Buigspanningen om de I-as, dus om de I-as, om deze as, treden die op, buigspanning om de Z-as. Schuifspanning in de I-richting, dus schuifspanning in die richting en schuifspanning in de Z-richting. Welke treden op? Nou, helaas bijna allemaal. <laughs> maar gelukkig, net zoals in het vorige filmpje, um, kunnen we heel makkelijk weer wat krachten elimineren als we nagaan waar we de kracht eigenlijk willen weten. Want ons is gevraagd om de kracht te berekenen in punt B. Nou en daar kunnen we dan weer eventjes mee verder gaan. Nou dus we kunnen weer eventjes met ons gezonde verstand gaan kijken welke spanningen op punt B nou allemaal nul zijn. Dus we kunnen kijken naar uh, de wringspanning. Nou die is overal, dus die is niet nul. We hebben we dan de buigspanning om de i? Nou eens eventjes kijken. We hebben een buigend moment om de i-as. Dat is deze. En die gaat zo rond. Dus uh, eigenlijk, als we van boven kijken, gaat hij tegen de klok in. Uh, dat betekent dus dat hij um, nou, hier zal gaan trekken. En hier zal gaan drukken. En dat dit de neutrale lijn is voor de buiging om de i as uh, hm, Nou ja, dat betekent dus dat, deze, dat dit buigend moment gaat dus, uh, in punt B trekken. Dus dan is de buigspanning om I duidelijk niet nul in B. Nou, de buigspanning in z dan, om, om de z-as dan. Nou ja, die buigt zo, dus die gaat hier drukken en hier trekken. Uh, maar dit is dus de neutrale lijn voor uh, de buigspanning om de z-as. En dat betekent dus dat de buigspanning om de z-as in punt B gelijk is aan 0. Dus die valt weg. Nou, dan hebben we nog de schuifspanning in de I-richting. Nou, die gaat zo naar boven en zoals je misschien nog weet is... Uh, die is aan de randen 0, dus hier is die 0. Aan de onder- en bovenrand is die 0. En dan loopt die parabolisch op tot in het midden, en dan loopt die weer parabolisch af. Dus hier, ter hoogte van deze lijn, is de schuifspanning in de i-richting juist maximaal. Dus in punt B is die niet 0. Maar kijken we nou naar de schuifspanning in de z-richting. Daar heb je juist precies het omgekeerde verhaal, want die schuifspanning staat zo. Nou, hier is hij 0. Hier piekt hij, hè, want die loopt parabolisch, verloopt hij. En hier is hij weer 0. Dus de schuifspanning in de z-richting is duidelijk 0. En wat we dan overhouden zijn deze drie dingen. Dus we hebben ringspanning, buigspanning om de i-as en schuifspanning in de i-richting. Dus dat zijn de enige drie waar we mee verder hoeven te rekenen. Nou, laten we dan eerst even alle krachten en momenten berekenen die we nodig hebben. Dus euh, nou, laten we beginnen met, het, het tors, met de torsie. Hier heb ik een berekening van hoe ik de torsie heb gedaan. Nou, dat heb ik gedaan door gewoon de verticale component van die kracht te nemen. Uh, en die heb ik dan gedaan keer deze arm, dus 300 mm. Dat komt omdat we natuurlijk draaien om de x-as als we gaan torderen. Dus dat is 250 keer de sinus van 60 graden. Dan heb ik de verticale component van de kracht. Keer 300, en dan krijg je dit antwoord. Uh, met wat decimalen, maar uh, ik heb de decimalen eventjes uh, weggelaten. Nou, als we dan het moment om de i-as gaan berekenen, dan moeten we eigenlijk de horizontale component hebben. Die duwt deze stang zo, en dan hebben we eigenlijk het moment om de i-as. En dan doen we dus uh, 250, nou dat is gewoon die kracht weer, keer de horizontale component. Dat is dus nu keer de cosinus van 60 graden, en keer deze afstand. Want dit is dan de afstand tot het draaipunt. En dat is dan 31 keer 10 tot de derde Newton millimeter. Nou, als laatste uh, berekenen we even de dwarskracht. En dat is eigenlijk dus gewoon de I-component van deze kracht. Die heeft, uh, of eigenlijk deze kracht heeft de I-component van die kracht op. Dat is dus 250 keer sinus 60 graden. En dat is uh, 217 Newton. Nou, en met die, drie krachten, sorry, met die twee momenten en één kracht kunnen wij nu verder gaan rekenen. Nou, de vringspanning berekenen. Nou, dat, daarvoor schrijven we eerst even de wringspanningsformule op. Hè, om even te weten welke ingrediënten we nodig hebben. Nou, we hebben dus nodig de torsie, de straal en de, het polair traagheidsmoment. Nou, de torsie die hebben we net berekend: dat is 65 keer 10 tot de derde Newton millimeter. De straal is nou ja, 25 mm, de buitenstraal eigenlijk. Dat is, eigenlijk, dat is, dat is de afstand van, uh, van de x-as tot punt B. De x-as is hier. En dit is dan punt B. En het polair traagheidsmoment, moment, daar moeten we even opletten. Want het polair tragisch moment we moeten, nu, moeten we nu berekenen van een holle buis. En voor een holle buis geldt deze formule. Dus een half keer pi. Keer C uitwendig tot de vierde, min C inwendig tot de vierde. En hiermee bedoel ik de buitenstraal en de binnenstraal. Nou ja, allebei tot de macht 4. Dan, um, uh, als je dat doet, dan krijg je dit getal. Dus 408,89 keer 10 tot de derde millimeter tot de vierde. Nou, het enige wat we dan nog hoeven te doen, is het invullen. En dan krijgen we 3,97 megapascal als antwoord. Dat is dus onze wringspanning. Nou, wat we nu willen doen is de buigspanning berekenen. Dus daarvoor pakken wij de buigspanningsformule. Daarvoor hebben we nodig een buigend moment, een uiterste vezelafstand en een I. Nou, het buigend moment hebben we net berekend. Die is 31 keer 10 tot de derde Newton millimeter. De C, nou, dat is de afstand van deze as tot punt B. En dat is dus de straal, dat is dus 25 mm. Nou, I moeten we even berekenen. En uh, daarvoor geldt eigenlijk een net zo hetzelfde verhaal als met die j-net. Dat we eventjes, het traagste natuurlijk van deze hele cirkel, moeten aftrekken. Uh, de, da en daar de, de, eigenlijk deze holte van af moeten trekken. Dus wat we doen is we hebben 1 vierde ge, uh, keer pi keer c uitwendig tot de vierde min c inwendig tot de vierde. Nou, en als je dat in je rekenmachine invult dan krijg je dit getal. Dus 204,44 keer 10 tot de derde millimeter tot de vierde. En alles wat we nu nog moeten doen, zijn deze ingrediënten in de formule gooien. En dan krijgen we dit. Dus 3,79 megapascal. En dan willen we even beredeneren, is een nou druk of trek? Nou, we kijken naar de uh, dwarsdoorsnede van deze kant. Dus we kijken er zo op en dan zien we dit. Dus, um, nou, dit buigend moment gaat van hier naar daar. Dus dat betekent dat hij hier trekt en daar drukt. Nou, ik hoop dat je het een beetje voor je kan zien dat punt B nou hier dus aan deze kant moet zitten. Dus hier wordt getrokken en hier wordt gedrukt. Uh, dus in punt B is een drukspanning. Nou, en als allerlaatst uh, uh, we willen we nog even de schuifspanning berekenen. En dat doen we natuurlijk met de schuifspanningsformule. En daar moeten we nou ook weer eventjes alle ingrediënten voor vinden. Dus v, q, i en t. Nou, v hebben we net berekend, dat is 217 newton. Uh, even kijken, dan hebben we t, die is 12 mm. Huh, 12 mm, waarom is die nou weer 12 mm? Waar komt die 12 vandaan? Is het niet gewoon 50 mm? Nou, dat is een goede vraag. Maar de vezeldikte, dat is natuurlijk van hier tot hier. Nou, dan hebben wij een hele tijd lucht. Nou, die neemt geen spanning op of wat dan ook. En dan hebben we hier weer een stukje. Dus dit stukje is 25-19, min dat is 6 mm. En dit stukje is ook 6 mm, die tel je bij elkaar op. En dan kom je op t is 12 mm. Nou, als laatste i die hebben we net ook berekend, die is 204,44 keer 10 tot de derde millimeter tot de vierde. Uh, en ik heb nu eventjes ga ik even wat extra lang stilstaan bij hoe we de q berekenen. En hier komt die. Want die Q moeten we eigenlijk opdelen in twee stukken. Want als wij de Q van. Nou, in het vorige filmpje hebben wij de Q berekend van een, nou een volledige halve cirkel. Maar nu missen we natuurlijk het binnenste gedeelte van de cirkel. Dus wat we nou gewoon kunnen doen. Is we berekenen de Q van nou ja, een hele massieve cirkel. En daarna berekenen wij de Q van dit stukje eigenlijk. En wat we dan doen is. Dan trekken we ze van elkaar af. Dus we trekken de grote Q. De eigenlijke Q uitwendig heb ik die genoemd. En dan trekken wij de Q inwendig, dus eigenlijk de Q van dit binnencirkeltje, trekken we daarvan af. Nou, de Q uitwendig dat is I keer A. En dat is dus weer dit hele verhaal. Hè? Dus 4 keer de straal gedeeld door 3 keer pi. En dan weer keer pi keer de straal kwadraat gedeeld door 2. Dit is dus de I van uh, een halve cirkel, sorry het zwaartepunt van de bovenste helft van een halve cirkel en dit is de oppervlakte van een halve cirkel weer kun je die pi tegen elkaar wegstrepen en 4 gedeeld door 2 is 2 en dan hou je weer deze simpele formule over dus 2 derde keer c, de, c uitwendig tot de derde en als je dat in je rekenmachine invult krijg je dit getal dus 10.416 mm tot de derde nou, de Q inwendig kunnen we volgens hetzelfde verhaal doen, alleen in plaats van C uitwendig staat er nu C inwendig. En dan komen we ook weer op deze simpele formule uit, 2 derde keer C inwendig tot de derde. En als je het in je rekenmachine invult is het 4573 mm tot de derde. Nou, wat we dan nog moeten doen is we pakken de Q uitwendig, we trekken de Q inwendig vanaf en dan kom je op dit getal. Dus 5844 mm tot de derde. Nou, nu hebben we alle ingrediënten om deze formule in te vullen, en dat gaan we dan ook doen. En dan, nou, hier staan alle getallen, dus de dwarskracht, onze q, het traagheidsmoment en de vezelbreedte. En dan kom je op deze spanning, dus 0,52 megapascal. Nou, dan willen we nog eventjes de totale spanningstoestand weten. En dat doen we door alle spanningen bij elkaar op te tellen of af te trekken, afhankelijk van of ze in dezelfde richting staan of in tegenovergestelde richtingen. Dus nou sigma x, daarmee bedoel ik eigenlijk de spanning die wordt veroorzaakt door een normaal kracht. Die hadden we al beredeneerd, die is 0 megapascal. Dan hebben we sigma i, daarmee bedoel ik de spanning die wordt veroorzaakt door een buigend moment om de i-as. Nou, die hebben we zelf berekend, dus dat is 3,79 megapascal en dat is een drukspanning. Verder hebben we dan nog sigma z, dat is, daarmee bedoel ik eigenlijk de normaalspanning veroorzaakt door een buigmoment om de z-as. En die is 0 megapascal. Dus eigenlijk is ons antwoord dan heel simpel, dat is gewoon 3,79 megapascal en dat is een drukspanning. En dat is dan de totale normaalspanning in punt B. Nou, dan gaan we ook nog even de schuifspanningen erbij pakken. De wringspanning hebben we berekend, die is 3,97 megapascal. Dan hebben we ook nog de uh, touw I, noem ik hem eventjes. Dus dat is de, uh, de schuifspanning als gevolg van een uh, dwarskracht in de I-richting. Nou, die is dus 0,52 megapascal. En dan hebben we ook nog Tz. Nou, we hadden beredeneerd die is 0, want dat is de... Sorry, touw Z bedoel ik, die is 0, want die wordt veroorzaakt door een dwarskracht in de z-richting en uh, we kwamen erachter dat die spanning hier 0 was. Dus deze is 0 megapascal. Nou, dus we moeten nou eventjes berekenen of ze in dezelfde richting staan of in de tegenovergestelde richting. Nou, nogmaals, we staan hier en we kijken dus naar zo hiernaar en dan zien we dit oppervlak. Nou, in punt B, punt B zit aan deze kant, gaat de torsie omhoog, dus zal hier de schuifspanning door torsie om ook omhoog staan, en de dwarskracht hier Vi die staat ook omhoog, uh, hè, want die staat in de positieve i-richting. Dus deze twee staan in dezelfde richting en ze tellen bij elkaar op. Dus als we dat nou gaan doen, dan komen we tot dit antwoord. Nou, en dit is eigenlijk ons eindantwoord. Dus we hebben hier de totale normaalspanning en hier de totale schuifspanning. En de schuifspanning staat hier. Zo, naar boven, in de i-richting. Nou, en dat is hoe je die vraag oplost.